To Be Clean opleidingsinstituut die later wederom van zich horen. De jonge onderneemster, mevrouw Palisa Umati Powe, die timmert heel hard aan de weg voor een schoner Suriname. En dat doet ze dan met haar To Be Clean opleidingsinstituut. Zij heeft er vrijdag en zaterdag een open dag gehad waar men terecht kon voor allerhande informatie. En de informatie deelt ze dan weer in het volgend vraaggesprek met TBN Prime Alert. Maar heeft u dat allemaal gemist en zegt u dat u er toch persoonlijk aanwezig bij wil zijn, dan kunt u aankomende 28 en 29 april dan wederom op het terrein van de Algemene Middelbare School, waar dan twee open dagen wederom gehouden zullen worden. To Be Clean Training en Opleidingsinstituut doet een aantal dingen. Er is nu ook zelf een talenunit erbij toegevoegd waar men verschillende talen kan leren. We hebben hier een informatiedag georganiseerd, speciaal voor ieder. Alle Surinamers nodig wil ik van hieruit uitnodigen. En zeker, we zijn gisteren gestart met onze informatiedag. En dit loopt in feite twee dagen na elkaar. Dus vandaag zijn we wederom hier, zaterdagochtend, zeker tot 1 uur. En de eerstvolgende informatiedag die is dan op 28 en 29 april weer. Wederom. Zeker op de vrijdag is het in de middaguren van 4 tot 8 uur 's avonds. En op de zaterdag is het dan van 9 uur tot 1 uur 's middags. Het is een informatiedag. U kunt komen om uw vragen te stellen. Wat wilt u weten van deze opleidingsinstituut of trainingsinstituut? Wat wilt u precies weten? Wat wilt u volgen? Wat bieden we aan? Wat zijn onze informatie dat wij met u willen delen. Dus dat is wat wij hier hebben georganiseerd vandaag. En misschien kunt u dan delen met de samenleving. Waarvoor kan men terecht bij To Be Clean opleidingsinstituut? Oké. Ze kunnen bij ons, bij To Be Clean, voor twee dingen. Er is een trainingsinstituut. Verder is er ook een opleidingsinstituut. Wilt u een diploma voor het voor de onderhoudsvakken? Zeg maar, we hebben het opgedeeld in drie groepen. En dat is dan het professionele facilitaire onderhoud. Dat heeft meer te maken met het onderhouden, het schoonmaken, onderhoud van een bedrijfsgebouw of een particuliere woning. En verder ook nog het IAS, het interieuradvies en stylisten studierichting. Dat is meer voor het verfraaien van woningen, opmaken, het inrichten van zo'n bedrijfswoning of een particuliere woning. En dat is het IAS. Verder hebben wij ook nog de business facilitaire diensten. Dat zijn speciale opleidingen voor mensen die een bedrijf willen opzetten. U wilt weten hoe u dat moet doen, waar u terecht moet zijn, hoe u dan komt aan personeel. Dus alles voor wat betreft wat u zou moeten hebben aan kennis om uw eigen onderneming op te zetten in één van deze twee richtingen. Dan het professionele facilitaire onderhoud of zo niet het IAS, interieuradvies en styling. Dit zijn de twee richtingen waarin u ook een bedrijf kunt opzetten. En dat zijn de drie opleidingen die we aanbieden. Aan een ieder. Iedereen is welkom. We hebben verschillende groepen, verschillende niveaus. Mensen met verschillende niveaus, scholing. En we groeperen u. Dus u hoeft niet bang te zijn. Dat is wat wij bieden vanuit onze opleidingsinstituut. Vanuit onze trainingsinstituut bieden wij verschillende vakken aan dat te maken heeft met onderhoud. We denken maar bijvoorbeeld aan vakken als ergonomie, vloerherkenning, glasreiniging, noem maar op. Alle vakken die te maken heeft, sanitair onderhoud, noem maar op, ergonomie. Dus dat zijn allemaal zaken die u hier krijgt. Alles voor wat betreft schoonmaken, hygiëne bijvoorbeeld, wat nog meer, veilig gebruik van de middelen en dat soort van dingen. Dat zijn allemaal dingen die vakken die u hier kunt volgen vanuit onze trainingsinstituut. Verder hebben we ook nog een talenunit. Onze talenunit biedt dan verschillende trainingen voor wat betreft de talen, Spaans, Engels, Frans en Nederlands. Dat zijn allemaal talen die u ook hier vanuit onze To Be Clean instituut kunt volgen. En even toch blijvend bij de talen, ja, waarom bent u daarmee gestart? We zijn daarmee gestart omdat wij hebben gezien dat
onze Surinamers, onze mensen, zich overal bewegen. Zich overal naartoe bewegen, naar andere landen. Ze komen in aanraking met andere mensen. Ze moeten communiceren. En we hebben gezien dat het vaker zo is dat wanneer mensen niet dezelfde taal praten, dat zij dan een probleem hebben om elkaar te verstaan. Ze kunnen dan niet goed communiceren. En dat is vandaar dat wij dan zeggen, ook vanuit onze opleidingsinstituut, waarmee we sinds vorig jaar zijn gestart, hebben we gezien dat het van belang is. De mensen die werken in bedrijven. Al bent u een interieurverzorger. Het maakt nou niet uit wie u bent, waar u werkt. U zal zeker ooit eens iemand tegenkomen die een andere taal praat, die een vreemde taal praat. En wij denken dat het zeer belangrijk is dat onze Surinamer ook voor het bewegen naar het buitenland, dat zij toch nog op die manier schriftelijk, maar ook kunnen communiceren met anderen. Dus vandaar dat wij een talenunit hebben opgezet, speciaal voor ieder. Het was in feite meer voor onze studenten, zeg maar onze interieurverzorgers studenten. Maar we hebben gezien dat ook particulieren daarbij geïnteresseerd zijn, of daarin geïnteresseerd zijn. En toen dachten wij vanuit het trainingsinstituut, zeg van weet u wat, laten wij ook een talenunit erbij aansluiten en dan kunt u alleen komen om dan de talen te volgen. Dat zijn allemaal cursussen die we bieden vanuit onze trainingsinstituut. En door wie worden de talen verzorgd? De talen worden verzorgd door leerkrachten. Leerkrachten die bevoegd zijn om talen te verzorgen. We hebben ook het Franse instituut in Suriname. Dat is dan dat er Fransen zijn, leraressen, Franse leraressen, die wij, waarmee we een samenwerking zijn aangegaan voor kort, die ook vanuit onze trainingsinstituut deze Franse lessen bijvoorbeeld aanbieden. Ook de Engels lessen. Wij hebben ook daarvoor de mensen in huis, de leerkrachten vanuit het ministerie van Onderwijs, die al lessen geven vanuit het ministerie van Onderwijs. Die mensen hebben wij dan ook hier op onze trainingsinstituut aangeraden of gevraagd om ook vanuit onze instituut te opereren en lessen te verzorgen. Ja. Welke voordelen hebben particulieren aan To Be Clean? Zo, de voordelen die de bedrijven hebben zijn heel wat. Heel wat bedrijven, hele bekende grote bedrijven hebben heel wat voordelen aan To Be Clean. Omdat To Be Clean niet alleen focust op het aanbieden of aanleveren van werkgelegenheid. Maar los daarvan werken wij ook aan het trainen van uw personeel als bedrijf. Uw mensen, dat de mensen de nodige skills en de vaardigheden hebben die ze moeten hebben om uw werk op een zodanige manier te kunnen uitvoeren dat u als werkgever daarmee blij bent, maar ook de mensen die uw bedrijf bezoeken daarbij tevreden zijn met wat u heeft als personeel. Dus we denken dat To Be Clean een heel belangrijke rol vervult nu op dit moment in Suriname en we in feite staan we open. We delen onze kennis, we delen onze inzichten met iedereen, met alle bedrijven, alle actoren in Suriname. En we denken dat we de goede kant op gaan. En natuurlijk staan we nog open voor iedereen die iets, die informatie wenst te hebben. En in feite die ons willen benaderen om ook hun personeelsleden te laten trainen. U hoort het al, het is niet alleen voor interieurverzorger. Want in feite is To Be Clean gefocust op het interieur, op het onderhoudsgebeuren in Suriname. Wij focussen ons op het inrichten, verfraaien van woningen, het onderhoud van woningen, dat wanneer mensen zich in een woning stappen, dat zij op een zodanige manier goed kunnen voelen dat zij daar willen blijven. Dus ik denk dat heel veel bedrijven, als ook particulieren, aan wie wij eerder onze diensten hebben geleverd, dat zij heel veel aan ons hebben als To Be Clean. Ja. Yes. En maken bedrijven reeds gebruik van de diensten van To Be Clean? Helemaal. Bedrijven maken reeds gebruik. Sedert al zeker 2 jaren al maken bedrijven gebruik van de diensten van To Be Clean. En in feite zijn we echt aan het groeien, aan het groeien. We zien het elk jaar weer, zien wij dat wij echt aan het groeien zijn. En dat de bedrijven meer committed zijn aan hetgeen dat wij doen. En in feite zien ze het belang waarmee wij, van wat wij allemaal aanbieden en wat wij allemaal doen. Dus waardoor zij steeds meer dichterbij komen om dan op die manier samenwerken
aan te gaan op het gebied van trainen vanuit personeel, op het gebied van schoonmaak, onderhoud vanuit voor hun bedrijven, zien wij dat ze toch helemaal tevreden zijn en dat zij toch dichterbij komen van het bedrijf. En hoe presteren uw studenten die u aflevert? Oké. De studenten die zijn prima. Ze presteren heel goed. En in feite mag ik zeggen dat ze helemaal into it zijn. Ze zijn helemaal ready. U ziet dat ze de verlangen om echt iets te leren, die zit in hun. Ondanks de moeilijke situatie in het land. Ondanks dat er zoveel problemen zijn waarmee mensen zich nu heden ten dagen zitten, zien we dat toch de studenten hun best doen. Punt 1, om de school te bereiken. Punt 2, zie je dat ze ook opofferen om alles wat waaraan ze weten dat ze voordelen hebben, dat hun voordeel levert voor wat betreft hun studie, dat ze toch moeite maken om deel te nemen aan hetgeen waaraan zij zouden moeten deelnemen. Dus ik denk dat de studenten helemaal into it zijn. En in feite moet ik dan gelijk aangeven dat wij het eerste leerjaar voor onze start, want we zijn vorig jaar met de trainingen, met de opleiding gestart, moeten we zeggen dat we alle groep aan trainers hebben afgeleverd. En zeker ook straks hebben wij zeker al studenten die naar het volgende leerjaar moeten gaan. Dus ik denk dat het heel goed gaat. Hoe kunnen mensen u bereiken? Want u heeft er een heleboel informatie. Ja. Maar als de mensen de informatie toch wel rustig tot zich willen nemen of willen gaan lezen. Ja. Is er een Facebookpagina? Vertelt u ze? Ja, er zijn verschillende plekken waar mensen ons kunnen vinden voor informatie. Ze kunnen bellen, ze kunnen appen. Ze kunnen appen op het nummer 8536586. Of zo niet kunnen ze bellen op het nummer 400646. Maar liefst in de middag als u ervoor kiest om op een vast nummer te bellen. Omdat wij dan pas in de middaguren op school zijn. En verder ook nog vanuit ons bedrijf kunnen ze bellen op 588-654. Verder kunnen ze ons ook vinden op Facebook. En onze Facebookpagina luidt als volgt: tobeclean.nv of zo niet opleidingsinstituut tobeclean. Dat zijn allemaal de plekken waar ze ons kunnen vinden. Of kunnen ze persoonlijk langslopen op de dinsdag en de donderdag van 4 tot 8 op school, waar wij ze ook willen kunnen voorzien van informatie. Mevrouw Esther, waarom heeft u zich ingeschreven bij... Ja. Ik schrijf in naar school omdat ik een leren sabi voor. En toen ik ben ook, deed ik aan Nederlands, maar ik ben even staan. Zoals je aan de ook al jarenlang in de bakkerij. Maar toen ik naar school de leren, dan meestal kan ik gewoon mijn collega want toen zijn ze nog bij sabi. En ik hoop dat ik samen die zouden komen voor ik aan leren aan een boel staan. En van mevrouw Esther Bebroko, before ik ben naar school, en afas van je rokono, je ziet een beetje verschil? Ja, maar is een beetje change, want ik ben bij ik kan money voor me, kisap en me ook, maar ik kan dat ik mijn bari kan money voor me. Ja. En afas van je rokono, je leert voor ze ook toe, afas van je rokono? Ja, maar leli voor de sansa de je voor de mina sansa no be sabi. Met dat je abon, als kobo, me leli sani, sami omeer, me no be sabi, seref serefi, dat is dat je een bon sandes, maar leer me. Ja, ik kan verter me, want de sansa de be sabi, en zij kon leer jaso. Ja. De leru fai mo krima oso so me sani mi be krimi oso ma so be sani no be mandu da no de koso mi fai mo krima oso fai me dueli da me dipi da ye dueli so dem staka wan bosa wan fosi mi be tampa wan pese do sta ki no mi no bendu me be de fault ma de coloreo mi sta ki wan kinki de ya dus de sma sa eluku mevrouw Esther, zij hebben wat tegen de sma, wins na bigis malek yusrefi, zij hebben wat tegen de sma dati. Ja, dat is kopo gidei. Want tagi ala sama sa iluko no no, apa moment sa weta kia tatu, mek muiti fai kang, foko skrif, ena to be clean. Awan bung, leri de sma di segi, mek muiti koteke a leli ek fami koteke mi da este klas, ayali ami hope tak mi ogwa tu eida, mek muiti koteke a leli awan bung sani. Dat na bo skopo, foko skrif in. Okay. Yeah. En dan gaan we naar mevrouw Kwajani Merlino. Mevrouw Kwajani. Zijn er reden waarom ik schrijf je in To Be Clean? Nou, mijn reden is dat ik voorzien aan scoren op schrijf. Dat ik de werk samen kan baten op een roko, een bedrijf voor mevrouw Palisa. Ja, en die aan scoren op schrijf dat ik kom horen breed. Want dat je professioneel in je roko, je kan saben moro. Voorheen schrijf, mijn schrijf bij de roko kring, ook bij mij bij taan voorzien. Die want to vriendinnen voor me.
maar je ziet dat ze bouwen ook bama. Die ik kon scoren, ik kon ook naar een vrouw die zie. En ze alleen met een praktijk, als ik kon begin te scoren, ze alleen met een praktijk, met dat no, dan ben ik doe. Ik bedenk me, sabi, maar no. Ik kon zitten, ik kon sap moro fin fin sani. En die ik kon tapa scoren, serifi, wat if je ook naar een bedrijf. En zo een bedrijf, ik kon aan versnellingen, want toen trainingen, zei je voordeel net tapu. Daar, ik doe mee. Dan zo misschrijf in, voor misschrijf ik volg de les. Kom eens even te kaleri, want dan gaat hij meekomen door professioneel in Miroko. Want die misreven heeft me nog beter kaleri, voor go voor de bezig dan gaan aleri, dan naar score daar. Zo mika las me, mi feen situ. Zo mika las me Miroko. Want als ma saoko te kaleri, dat pemi be moeknap voor de Miroko dan mola si, want adato dan gaan papieren naar gaan omensani, dan mino ab papira, mino te kaleri, maar Miroko na abodreef, dat ano pas. Dus ik kies voor gewoon als koro, voor kaleri, gomoro fara, voor tek moro leri. Yeah. En midden bereid naar alle soort training, sang, to be clean, et ja kon afesi, voor kan volg ding. Yeah. En de opleiding, de lessen, zij je kiesi, naar de training, zij je kiesi, yeah. Zij kan tak voor dat die, zij je vindt voor dat die? Herboom. En mi breiti. Mm-hmm. Want, if a semino taki, mevrouw Kwajani, ik kan gewoon naar de arbeider gimi, kan de heer de bakadi na mekong. En mino de nanga frede wat misa pau fuku na puna nga de misa pa fuchek aburoko gide misa potas marista ki emo dar skoon maken emo tier skoon maken ik weet hoe ik ze met ze moet communiceren dat ze geen fouten maken ja hoe ze die dingen moeten skoon maken dat ze niks in iemands ruimte moet breken en zo waarmee ze die dingen moeten skoon maken want soms denk je van jaf die reinigt alles die kan alles skoon maken maar je kan niet alles met die jaf skoon maken en dat krijg je ook te leren op die instituut dus na zo misreef je breedte naar de wandati ja dus ja. Wanneer u nu naar een ruimte gaat ja. Of naar een woning van een persoon ja. En, u, en de huisbaas of ja. Bassin ja. Geeft u een aantal producten van hiermee moet u mijn huis schoonmaken, dan weet u precies wat voor wat u moet gebruiken. Jazeker. En wij gaan met onze producten naar het... de opdracht wat ja, u hebt. Waar we moeten uitvoeren, we gaan ja. Met onze middelen mee, okay. Dat weten we precies. Want Aladdin Sani, Abisa, Sotroko, dit doet. Mm. Je begint vanaf... glazen reiniger, je abide windolen en dat je op mijn zand is dat je moest kreeg naar dat impressie. Want je kan ook een jaf dat je kreeg maar venster terwijl dat een windolen de dat je nog kan doen. Maar voor misreef me breed in een allerie dat ik misreef de sofara ook toe, met de hoofdschoonmaakster en bij mij ook me breed dat ik kan ook en de smaakstreef is alleen toe, bij mij ook naar de schreef apprecieren naar haar ook samen te doen. En dat die aan ook, maar voor misreef ik me allemaal voor mevrouw Palisa, want if ik no begi alleri en if ik no be want te kitu, ik no bo de sofara. En respecti na nga waardering, sabe ki stapa werkvloer? Ja. Yeah. Ade, af tak suma eluku van, oh, dis na isabita? Ja, ade, want tapo instituut sabe kisi ales, je kisi communicatie. Okay. Fa yo mus tja yo srefi te go no ampresi. Fa yo mus tak na nga sma. Fa yo mus du yo uroko, inego goro fu tapo asma. Wat mis des ma abi wa maniri sang de abi dat te yugo na yu respecti maniri sa yu abi da ye onfang a blessi sa ye gibaka pemi pemi roko ala sa ala sma e respecti misref e respecti de so e respect ma kandra ine go nas ma fan skoifi ko mi krinja go na wa respecti fasi mi kas ma sri kabriti ta ki e ya frose roko na unu of amang se roko na unu ya wange ka go moro fara ulup fa ade dus aik mo po futu sei. If you no give respect in ekis baka. Dus na zo. En nou mooi sani tak net. Ja. Ook de maningere. Ja. Want vaak genoeg dus mij denk ik dat interieurverzorgster wordt kon ik vrouw nomo. Maningere schrijf kan schrijven in. Helemaal, helemaal. Want misa wan man. If a man dat kring a plafond voor jou. Je dek na wa umas ma krimen. Dus ade ook to gimas ma. Maar weinig ei comfort. Ja, instaan naar mijn schier, hè. Maar dat moest komen en dat moest komen naar eng. Ik wil nog geen moord, want trakondre de man en dweerie. Ze doen alles about schoonmaken, ze doen alles. Ze kunnen goed dweilen, ze kunnen ramen schoonmaken van alles. Maar hier in Suriname mis ik dat nog. Okay. Ja, ja. Ja, wat zou u van hieruit willen zeggen, mevrouw Kwajani, naar mensen die u naar u kijken? Ja.
jongs maar ik je ook toe of bigisma sa het twijfel of sa sa vrede tien zo. Kan ik het instellen makan? Ja, ja, so aki so mitaka hide sa maka muye hide busikonde muye mitaka unu mi da mofro kwa jani. Hiyo nuntu ni dea osu, mike onko te idile yaki. Biga, sami ikisi no no, no msita kita wea chamu afesi. No unu sepi tu, no mwokisi wan, sabi gomo, aonu libi. Nambe si meko pikita we, anda kirin osu la ola son dide. Mano te gwa di kanto denu de limbo limbo alaso, sembe hen krime, te gwa di bank dendu fi, go kisi moni a di banki, bank de limbo limbo ta blenki, sembe hen ta kri di bank den, no so so lele, sembe hen ta krime, no mta kanu bi unko skreif in, a di siko waki, a di institute opleiding omo fora opa lisa, umati unko skreif in, biga di siko, ane ta, nanta ki ta kri, uso wama italeye, italei, reken, ita kisi tal, ita kisi engels, umen tongo se de ole no no, a ki spans de o kisi a siko wake, France de olé non non waké Engels de olé apaiti wa semé dia itaki taki kole Engels utaki ikele France utaki ikele Spanish utaki sako skrefi in no de semé na bigwas ko godo de kita we kande ya wan kans mo isako skrefi in kans dia kida yeti fi musu chaise gomo fala ailibi.